ging even iets fout. Ik wilde de camera draaien en ik drukte op voltooien en dan zijn jullie weg. We gaan verder met het rode boek. En Francis gaat er van alles van zien en ik draai de camera. Ja, oké. Ik moet mensen misselijk worden. Ja, dit boek, ik wil dat heel graag hebben. Er is ooit een tentoonstelling van geweest van rode quilts. Iemand, een mevrouw werd 80 jaar. En zij wilde heel graag voor de verjaardag een tentoonstelling hebben. Ja, dat lijkt me ook een heel mooi cadeau. Maar zij verzamelt antieke quilts en had ook heel veel rode quilts. Dus ze hebben die rode quilts hebben ze in een museum opgehangen. Ik ga laten kijken. Kijk. Want ze moesten natuurlijk heel erg nadenken hoe ze dat gingen ophangen en in welk museum. En bleek dat zij daar ook wel heel veel ideeën over had. Maar het moet geweldig zijn geweest dat je die tentoonstellingsruimte binnenkwam. En dat er gewoon van alles hing. Ik moet eventjes kijken. Dit is toch zo mooi. Ik denk dat heel veel mensen deze foto alles gezien hebben. Ja, het is echt zo bijzonder. En toen was iedereen helemaal wild van rood-witte quilt. Ja. Nou, ik vind het ook echt heel mooi. Het voordeel van quilts maken met twee kleuren is dat je niet zo heel moeilijk hoeft te doen over welke kleur bij welke kleur en het evenwicht erin. Dus je kunt eigenlijk standaard door naaien. Dus dat geeft wel dat het wat makkelijker is. En het geeft ook een heel fris effect. Dus ik heb met mijn twee jongste zonen, die pas 20 zijn geworden, heb ik ook in het boek zitten kijken. Want ik wil voor hun ook een quilt gaan maken. En dus we zaten een beetje te kijken en dan zie je echt het verschil. Dat de een die ziet al hoe zo'n patroon in elkaar zit. En de ander die kijkt alleen maar naar wat hij mooi vindt aan modelletjes. Kijk hier zo. Oh, dit is toch geweldig. Zo moet het geweest zijn, hè? Oh. Dus het was gratis, die tentoonstelling. Dus je komt daar die zaal binnen en daar hangt gewoon van alles. En je weet niet meer waar je kijken moet. Ik heb hier ooit een 3D of filmopname van gezien. Jaren geleden. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Dus laatst zag ik op Facebook weer dat iemand dit boek noemde. En toen dacht ik wil dit boek gewoon hebben. Dus dan leeg je gewoon je spaarpot. En dan ik probeerde het bij de boekwinkel te bestellen. Ik denk, sponsor ik die boekwinkel? Maar nee, dat konden ze niet leveren. Dus heb je toch maar bol.com benaderd. Dat is ook hetzelfde voor quiltwinkels. Quiltwinkels kunnen niet altijd alle boeken kopen. Nee, dus dat is helaas zo. Ja, dus hij is niet hier te koop, boek. En ook niet bij het zingenwinkeltje. Maar je kunt nu even een klein beetje meekijken. En verderop, er zitten allemaal foto's van de tentoonstelling. Dus wat dan leuk is, dat je als je voor iemand een quilt wil maken, dat je hier al kunt kijken van wat vind je leuk. En daarna worden gewoon alle quilts besproken. Die zijn allemaal gefotografeerd, plat, keurig plat gefotografeerd. En dan kun je dus ook kijken van wat vindt iemand nou precies mooi. Hier zit nog zo'n mailzak. Je hebt fietszak, wat leuk. Ja, mensen hadden natuurlijk niet altijd heel veel geld. Dus die gebruikten zeker voor de achterkant nog wel eens gewoon wat restjes. Wat ook verstandig is. Ik ga dat straks ook doen trouwens. Hè? Die quilt die ik straks nog ga laten zien. Ja. Ik heb daar nog stof van. Dus ik dacht eerst, oh, dan moet ik stof voor de achterkant kopen. En toen dacht ik ook, ga ik deze stof nog gebruiken? Nou, misschien niet. Hè, de stof die ik over heb. En nu denk ik ook, ik ga dat gewoon aan elkaar naaien. En dat gaat de achterkant worden. Dus dan... Ten eerste is dat ook wel heel leuk. Ja, beter dan dat je gewoon een even katoentje gebruikt. Maar hier kun je dus kijken. En als je dan denkt, oh, dit vind ik wel heel leuk. Dan ga je een patroon of zoeken wat erop lijkt. Hè. Dit is ook een bekend ontwerp. Dus hier kun je altijd wel ergens een patroon kopen. Als je niet de moed hebt om het zelf te gaan tekenen. Nou, dat zou ik bij die ook niet. Maar zoals deze... Die zou je wel uit kunnen komen. Maar een van mijn zonen gaat altijd met de trein naar zijn werk. En die had dus dit patroon uitgekozen. En ja, ik schrok me helemaal dood. Ik denk, jeetje, Mino, wat ingewikkeld. Maar als je dan rustig gaat zitten kijken, dan zie je hoe het in elkaar zit. En toen heb ik dus een tekenpapiertje erbij genomen. En toen ben ik gaan tekenen. En eigenlijk... is het een heel simpel patroon die gewoon bestaat uit twee blauwe blokjes en twee witte blokjes.
En dat herhaal je. Ja. En dan een blok wat voor de helft blauw is en voor de helft wit. Dit zou je weer op die snelle methode kunnen doen die we net hebben laten zien. Dat is ideaal. Nou ja. Ik ben toen ook gaan uitrekenen, want hier staat een maat erbij. Hij wil voor een tweepersoonsbed, want hij deelt zijn bed met een kat. Dus het eenpersoonsbed, dat past op een gegeven moment niet meer. Want die kat die pikt dus steeds alle ruimte in, dus nu heeft hij een tweepersoonsbed. Dus het moet een grote quilt worden. Hij wil een blauw. Ik dacht, nou leuk, rood. Ik ga allemaal rode quilts maken de rest van mijn leven, want ik heb genoeg inspiratie. Maar het moet blauw zijn, nou ja, oké. En... toen heb ik dus uitgerekend hoe groot die blokken worden. En ja, wat mij dus heel goed uitkwam, om één zo'n blokje, dat is dan 2 inch. Ik heb een hele mooie liniaal van 2,5 inch. Dus dan kan je lekker stroken snijden en dan dus repen en dan blokjes. En dan die blokjes aan elkaar, of is die repen aan elkaar en dan blokjes. Nou, dat is voor alles te verzinnen. Ja, toen ben ik gaan rekenen. Heel mooi uitgewerkt. Nou ja, dat kost best wel tijd. Want op een gegeven moment kwam ik er toch achter dat ik iets fout had gedaan. En je moet soms afronden. Dus je moet, je moet altijd zo afronden dat je uiteindelijk altijd meer stof koopt dan wat je eigenlijk nodig hebt. Ja. Want als je de een naar beneden afrondt en de ander naar boven, dan heb je op een gegeven moment dat het fout is. Dus ik denk nu dat ik het goed gedaan heb. Ik heb dan 400 van deze blokjes nodig. En 400 van deze blokjes. En dan heb ik 200 keer dit nodig. Oh. Dus dan moet ik 100 witte en 100 blauwe lapjes op elkaar. En diagonaal op elkaar snijden en doorsnijden. Nou ja, goed. Het is best, het was best wel een gedoe. Dus ik kwam er zo een beetje achter dat ik 5 meter van het een nodig had en 4 meter van het ander. Alleen snap ik nou ineens even niet meer waarom ik nou van het een... Oh ja, voor de binding. De binding, die wordt, de rand eromheen, die wordt een dun randje gaat het worden, hè, zoals hier. Ja. En dat wordt blauw. Ja. Daarom heb ik daar dan wat meer voor nodig. En, hier is nog iemand die zijn bed deelt met 2 poezels. Ja. Leuk, Ellen. Ja, nou ja, het is ook wel heel gezellig. Nou, die kat die ligt ook wel eens in de kledingkast te slapen. Daar is ook een kleedje gelegd. En dat ligt tegen onze slaapkamer aan, maar die kat die snurkt. Dus midden in de nacht horen wij die kat snurken. Of we horen bonk, 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 bonk. En dan zit hij zich te krabben en dan gaat die poot ook tegen de kastdeur aan. Dus, ach ja, zo maak je nog eens wat mee. Echt, wat een mooi boek zeg. Echt. Ja, dit is echt een geweldig boek. Maar goed, dit is dus de eerste quilt. En als mensen het leuk vinden, dan zal ik ook laten zien op mijn blog hoe ik dat ga maken. Ja. En dan kunnen mensen meedoen. Maar je hebt dus heel veel stof nodig. Ja. En het is natuurlijk wel, hè, stel nou dat mensen zeggen, het wordt mijn eerste quilt. Ik koop geen quiltstof, maar ik koop goedkoop stof. Ja, dan zou je het eerst moeten wassen, denk ik. Ja, dat is ook... Stof is wel een beetje... Is wel discutabel. En ik hoor heel veel mensen die zeggen, ja, maar dan doe ik lakenkatoen. Ja. En op zich is dat hele goede kwaliteit stof, alleen hij is vaak zo zwaar geweven dat als je later met de hand wil doorkwilten, dat je er bijna moeilijk doorheen komt. Ja. Dus dan moet je ook weten, wil je zoiets doen, ja, dan moet je echt op de naaimachine ook gaan doorstikken. Maar hier kun je natuurlijk ook een heel klein poppenkwilt of babykwiltachtige, dan maak je kleinere stukjes. Ja, of je doet gewoon een stukje. Ja. Maar je ziet dat dit, er zijn heel veel patronen die hetzelfde zijn. Maar dan wordt het anders neergelegd. Ja. En dan, want dit is eigenlijk hetzelfde patroon. Maar omdat die blokjes anders worden neergelegd, krijg je een ander effect. Geeft het een heel ander effect. Ja, maar zelfs dit is makkelijk te doen. En deze ook. Want als je kijkt hoe dit opgebouwd is, in deze. Ja. Dus ja, dit zijn wel de quilts. Ik vind het fijn om... te maken of met de naaimachine bezig te zijn, maar ik heb natuurlijk niet zo heel veel tijd ervoor. En ik wil heel graag een naaimachine testen en moet het ook niet ingewikkeld zijn. Ja. Dus dit is echt gewoon huppakee, doornaaien. Ja. En dan doe je ook nou, bijvoorbeeld die 2 blokken die hier op elkaar komen, deze, dan neem je een wit en een blauw lapje en dan op dat witte lapje zet je een diagonale lijn en aan weerszijden daarvan naai je hem dan op die blauwe en dan snip je hem door, strijk je hem open.
En dan moet je nog wel een lineaaltje hebben om weer keurig netjes recht te maken. Want... Ja, dus je neemt eigenlijk een lapje wat te groot is. Want dan kun je mooi die randjes eraf snijden. Zo heb ik dat met dat babykwiltje ook gedaan. En dan, dan wordt het echt heel netjes en eigenlijk heel makkelijk. En als je dan weer achter de naaimachine gaat zitten om dit aan elkaar te naaien. Als je het goed gesneden hebt en het past ook goed. Oh, dat is heerlijk. Want dan naai je achter elkaar door. Ja, nou, hier heeft Saskia, ze vindt het een heel goed idee om er een kleiner kwiltje of zo van te maken. Zij heeft het over graag meer kleine kwiltjes. Oh, oké. Okay. Ja. Want dan, ten eerste kun je de techniek goed oefenen. Hè, want zoals daar hangt ook een klein kwiltje. Maar je kunt de techniek goed oefenen en je hebt ook snel resultaat. €5 patroontje. Malletjes, dus je maakt zelf malletjes. Dus ben je niet handig in snijden of eentjes. Ja, echt hartstikke leuk. Ja. Dus een schattig. En dan heb je snel resultaat. Ja. En als je nou denkt het gaat goed, dan ga je gewoon daarna 2,50 meter wild maken. En groter. Die gaan we zo direct laten zien. Ja. Een echte joekel van een quilt. En daar hebben we een workshop voor. We weten nog niet of we door kan gaan. 22 augustus. We weten niet hoe dat met de afstanden gaat. Want ik kan niet achter de naaimachine iemand helpen als ik een gepaste afstand moet houden. Maar dat gaan we dan wel zien. En anders verzinnen we wel een andere datum. Ja. We gaan nu even stoppen. We gaan ook een broodje eten. Ja. En jullie ook, denk ik. We gaan om 1 uur weer verder. En gaan we dan weer bij het zingenwinkeltje verder? Of we wisselen gewoon leuk een beetje gezellig af. Dus weer, dan moet je weer even op Facebook bij het zingenwinkeltje kijken. En dan gaan we dan weer verder met de mail. Ja. En mail even, of nou niet mail, maar doe even een berichtje naar het zingenwinkeltje met foto's. Of gaan we dat ook even filmen? Ja. Via Facebook Messenger bijvoorbeeld kun je berichtjes sturen. Mag je ook naar mij doen, naar Quilted en Dottie of naar Dorrie. Ja. En dat laten zien. Eventjes. Kijken, ik weet niet of die kwaliteit dan goed is. Hè? Ja, maar dan gaan we opnames maken van een beeldscherm. Maar we gaan gewoon even kijken hoe dat het... Ik vind het ook leuk om te kijken waar jullie nu mee bezig zijn. Hè? Ja. Want misschien kijken jullie de hele tijd naar het scherm. Maar misschien zitten jullie ook wel lekker te handwerken. En dan, ik zag net dat Eve van Wel al riep dat ze zo enthousiast aan het kijken was dat ze de naald liet vallen en kwijt was. En heel veel mensen zeggen tot straks en eet smakelijk. Nou, dat zeggen wij ook. Tot straks en eet smakelijk. Doei.